Brenda, welkom bij de podcast. Leuk dat je zo snel dit kon doen. Dit is de tweede digitale podcast. Nou, we weten denk ik allemaal waarom het digitaal moet. Ik heb liever ook niet al te veel over het coronavirus. We worden allemaal overladen met nieuws daarover. Dus ja. Er zijn een aantal onderwerpen die ik heel graag met jou wil bespreken. Ik volg een tijdje een beetje de dingen die je doet, via Twitter en dergelijke. Ik moet eerlijk gezegd zeggen, ik heb je boek nog niet kunnen lezen. Maar goed, dit is dan een goede introductie in wat erin staat. Vertel een beetje kort wat je doet en wie je bent. Ik ben dus Brenda Stoten-Boskelo en ik ben journalist. En dat doe ik al sinds 2010. En zo ben ik ook in het midden, tenminste, moet ik even goed uitleggen hoor, want ik had een paar vrienden in het Midden-Oosten. Eentje daarvan die woonde in Egypte en een andere vriendin die verhuisde op een gegeven moment naar Koerdistan, Iraks-Koerdistan. Waar in Koerdistan? En toen dacht ik eigenlijk, Iraks-Koerdistan, gewoon in Irak is dat. En ja, maar waar in Koerdistan? Erbil, daar ging ze heen. Ja. Ja. Erbil. En toen dacht ik eigenlijk al heel snel van ja, dat is wel interessant als ik ze gewoon een keer opzoek voor een vakantie. Nou ja, de eerste vakantie in Egypte was 2010 en de eerste vakantie in Koerdistan dan was in 2012. En toen begon ik er eigenlijk al heel snel over te schrijven. Want ja, er was natuurlijk revolutie in Egypte en in Koerdistan was ook van alles gaande. Dus toen dacht ik van dat is wel een goede manier om gewoon wat artikelen te verkopen op deze manier. En ja, dat is eigenlijk een beetje uit de hand gelopen. En ja, sindsdien doe ik dat. Wat was het eerste wat je geschreven hebt? Mijn allereerste artikel over het buitenland of gewoon ja, in Nederland? Ja, in Koerdistan, zeg maar. Dus zeg maar, je begon daar met dat. Dat is wel echt een heel bijzonder verhaal, want ik kwam er daar achter dat heel veel Nederlanders zaten. In Koerdistan? Nederlandse Koerden. Ja. En die kwamen eigenlijk uit alle delen van Koerdistan. Dus ook in het Turkse deel dan. En die waren allemaal naar dat gebied gegaan, omdat ze het dus zagen echt als Koerdistan. In plaats van een autonome regio. En het gebied opbouwen na zoveel jaren eigenlijk van ellende en oorlog. Dus dat vond ik heel, ik vond het heel mooi. Ja, dus, nice. Dat was mijn eerste artikel over Koerdistan. Ja, leuk. En daar ging je artikel over? Ja, dat ging echt daarover. En toen heb ik ook nog een stuk geschreven over hoe je prima in je eentje daar kunt reizen. Dat was ook, ook in 2012 heb ik dat stuk geschreven voor NRC. Want ik ben toen in mijn eentje helemaal van uit Erbil gegaan. Dan had je een soort van bank heette dat resort. En er kwamen allemaal toeristen eigenlijk uit de hele regio. En dat was een rit van een paar uur gewoon met de taxi. En het was allemaal super veilig, want dat gebied is hartstikke veilig. En dat wisten mensen in die tijd ook helemaal niet. Ja. Hè? Iedereen had zo'n idee van, oh ja, je gaat naar Irak. Maar ja, het is natuurlijk, het is niet echt Irak. Hè? Het valt misschien officieel nog steeds onder Irak, maar het is gewoon een autonome regio. Ja. En, ik ben zelf ook Nederlands Koerdisch. En toen ik in Koerdistan opgroeide, ik had nooit het gevoel dat ik in Irak was. Ik wist niet eens eigenlijk niet eens dat ik in Irak was. Alles is in het Koerdisch. Iedereen spreekt Koerdisch. Ja. Arabieren die daarheen komen zijn toeristen. Er wonen eigenlijk geen mensen uit Irak. Dus Iraks Koerdistan of Koerdisch Irak of hoe je wil noemen, is echt een bijna een apart land. Behalve dat niet in de Atlas staat. Ja, en dat idee had ik al natuurlijk. Ja, toen ik daar de eerste keer kwam, dat was zo overduidelijk. En toen mijn vader, dat is wel grappig trouwens, want ik zei ook echt tegen mijn familie van ja, ik ga naar Koerdistan. En op een gegeven moment, mijn vader zit daar helemaal niet zo in en mijn moeder ook niet, dus die gingen googlen. En toen zeiden ze van Koerdistan, weet je, maar dat ligt toch in Irak, zeiden ze. Dus toen waren ze niet zo heel blij, maar inmiddels, ze weten ook wel dat ik niet in zeesloten tegelijk loop en dat het daar veilig is, want anders zou ik daar niet heen gaan natuurlijk. Ja. Ja, het zijn natuurlijk ook heel andere plekken. Irak en Koerdistan zijn ook wel echt qua veiligheid ook heel anders. Zelfs Buitenlandse Zaken heeft een ander reisadvies voor Koerdistan als voor Irak. Ja, en het ligt er ook wel weer aan waar je bijvoorbeeld in normale Irakje zit hoor. Want Basra en zo, volgens mij is dat gewoon wel. En dan heb je natuurlijk ook nog, het schijnt dat Bagdad tegenwoordig ook wel oké is. Maar
ik zou er nu niet heen gaan natuurlijk met coronavirus en alles. Nee, dus, maar ja. Ja, ze zitten daar echt in totaal lockdown. Dat is echt crazy. Ja, je komt er niet eens. Je komt nergens meer nu. Nee. En dus dat is eigenlijk een beetje uit de hand gelopen. Want je schreef een artikel, dat sloeg aan. Dat is een beetje uit de hand gelopen. En hoe is dat uitgegroeid tot dat je nu echt je eigen onderzoeken uitvoert? Want dat vind ik interessant. Omdat je dus... Je doet een onderzoek. Je bepaalt iets wat je gaat doen. Je hebt geen idee of dat wat gaat opleveren. Of dat gaat aanslaan. Je bent niet een wetenschapper die betaald wordt door een instituut. Je werkt niet voor een krant of voor een grote media organisatie. Het is echt ook bijna zelfs een onderneming of een investering waarvan je niet weet wat de uitkomst gaat worden. Hoe pak je dat op? Het begint eigenlijk allemaal bij nieuwsgierigheid. Ik wist totaal niet eigenlijk wat ik aan het doen was in het begin. Want ik was de stadsverslaggever. Ik ben in 2010 ben ik journalist geworden. Toen heb ik ben ik als freelancer aan de slag gegaan voor onder andere het AD Rotterdams Dagblad. En dus wat ik deed, ik werkte heel veel in Nederland. Dan ging ik bijvoorbeeld naar Egypte of dan ging ik naar Koerdistan. En dan betaalde ik alles zelf. En dan hoopte ik maar dat mijn artikelen, dat ik mijn reiskosten eruit zou halen. Dus dat heb ik eigenlijk jaren gedaan. Soms met een beetje winst, soms gewoon kiet spelen. En ja, het was heel zwaar. Maar kijk, waarom ik het gedaan heb. Ik dacht altijd van op een gegeven moment wordt het ook wel beter. Mensen leren je kennen, ze weten wie je bent. En je bouwt een naam op. En dat is bij mij ook zo wel gegaan. Maar ik moet wel zeggen, het is nog steeds gewoon moeilijk. Er zijn wel fondsen die je kan aanvragen. Ja. Maar ik weet wel dat ik bijvoorbeeld, ik heb geloof ik iets van 6 keer een aanvraag gedaan toen bij Free Press Unlimited. Dan weer voor Egypte, dan weer voor een verhaal in Koerdistan. En het werd 6 keer afgewezen. Ja, en wat deed ik dan? Ik ging dan toch maar gewoon. Want ik had zoiets van, anders zit ik thuis. En dit is gewoon wat ik wil. En ik ben er ook, al zeg ik het zelf, ik ben er best goed in. Ik vertelde laatst ook een student... In het schrijven van herhalen of in het Nee, in het vinden van op bepaalde onderwerpen. Met een hele specifieke invalshoek. Kijk, hoe ik mijn werk aanpak. Ik ga nooit met een... ik heb wel ongeveer een idee wat ik wil gaan doen. Bijvoorbeeld, ik wil nu iets over vrouwen schrijven. Dat was toen in Jordanië zo. Ik heb heel veel over Syrische vluchtelingen geschreven. Nou, vluchtelingenvrouwen hebben het vaak heel moeilijk. Zo ook in Jordanië. Dus ik ben toen naar zo'n vrouwencentrum gegaan. Heb ik daar eerst een dag rondgelopen. En gewoon daar zitten van, joh, vertel eens wat over je leven. Hoe ziet dat er nu uit? En dan vertellen ze van alles over hoe het daar is om in die vluchtelingenkampen te wonen. En op een gegeven moment vertelde één vrouw me van... huiselijk geweld is best een groot probleem. We hebben vaak heel veel Syrische vluchtelingen worden geslagen door hun man, die vrouwen. Omdat zitten ze met z'n allen in een kleine tent, spanningen lopen op. En toen waren er ook wat vrouwenrechtenactivisten opgestaan. En die hebben dan weer die vrouwen geholpen om dan een scheiding aan te vragen. En toen dacht ik zo, dit is een verhaal. Ja. Kijk, en dit is één voorbeeld. En zo pak ik het gewoon heel vaak aan, dat ik iets hoor van iemand... Dat ik denk van ja, dat is interessant. En daar ga ik dan achteraan. Dus meestal, dus echt die hele grote onderwerpen. Ik kies meestal een soort van zijpad. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm, mm-hmm. Ja, dat vind ik altijd heel fijn. Dus je kijkt naar een groot onderwerp of naar een grote gebeurtenis. Daar ga je heen. Je gaat je eigenlijk begeven in die fysieke ruimte. Ja. En daar zoek je verhalen binnen het grote verhaal om te vertellen. Ja, en kijk, die kleinere verhalen die staan natuurlijk ook voor iets. Ja. En ze zijn ook belangrijk, want in de waan van de dag, dan vergeten we nogal eens dat er ook hele andere dingen spelen. Mm-hmm. Onder bepaalde groepen dan. Kijk, een ander goed voorbeeld is hoe ik dat heb gedaan met de genocide op de Yazidis. Ik ging daar in 2017 heen voor 2 hele lange verhalen voor de Groene Amsterdammer. En nu moet je weten, ik had al meer over de Yazidis geschreven. Hè? Dus dat is niet mijn eerste kennismaking met ze. Maar ik ging daar dus heen voor 2 grote verhalen. Eentje over reïntegratie van vrouwen, die dus als slaaf werden verkocht door IS en weer zijn teruggekeerd naar de gemeenschap. Een ander over kindsoldaten van IS, voormalig kindsoldaten. Want die Yazidi-jongens hebben ze allemaal in trainingskampen gestopt. Ja. Nou, ik ging daar voor die 2 verhalen heen. Maar ik kwam met 10 verhalen terug, bij ze van spreken. Want ik hoorde ook dat er heel veel mannen waren die hun hele gezin waren verloren. En dat bijvoorbeeld de kleinste kinderen verkocht werden aan adoptiefamilies in Mosul. Dus IS-adoptiefamilies, hè? Dus geen echte adoptiefamilies.
Dit alles viel eigenlijk onder die genocide. Dus ze wilden, het was gewoon een doelbewuste poging om die Yazidis uit te roeien van IS. En daar hadden ze allerlei verschillende systemen voor opgezet. En zo doe ik dus mijn onderzoek. Ik ga daarheen, ik praat met heel veel mensen. Ik denk, oh, dit is ook interessant. En dan pak ik dat onderwerp op. En als je uiteindelijk een verhaal hebt, hoe werkt het dan met bijvoorbeeld een media? Stuur je dat naar verschillende kranten en media op? Of en ga je dan onderhandelen over de prijs van een artikel of zo? Of soms wel. Ja. Kijk, sommige kranten die betalen gewoon een woordprijs. En als je dan bijvoorbeeld zo'n fonds hebt aangevraagd, dan krijg je dus je reiskosten vergoed. Ik moet wel zeggen, ik ben ook niet echt een hele goede onderhandelaar, hoor. Soms denk ik ook van, als ik dan weer met iemand zit te mailen, dan denk ik van doe dan maar gewoon. Want, jij wilt gewoon een verhaal geproduceerd hebben. Ja, en kijk, er valt ook gewoon soms niets te onderhandelen. Want ze hebben een bepaald woordtarief. Soms kan je daar dan nog wel een vaste prijs van maken. Maar er zijn ook in het buitenland bijvoorbeeld, als je voor het eerst aanklopt bij een... ik schreef heel veel voor El Monitor. Ja, dan krijg je gewoon een vast bedrag per stuk. En ja, bij El Jazeera bijvoorbeeld ook. En ja, je kan er dan voor kiezen. Want soms als het echt te laag is, dan zeg ik van ja, nee. Dan als die onderhandelingen op niks uitlopen. Ja. Maar ga je met je artikel naar iemand anders toe? Ja, dan ga ik gewoon naar een ander. Ja. Okay. Want ik verkoop bijna alles. En dat is wel... iets waar ik wel heel blij mee ben. Omdat ik juist altijd van die specifieke onderwerpen oppak. En ook wel grondig mijn onderzoek doe, denk ik. En ik schrijf heel menselijk. Dus ik vind altijd het belangrijk. Mensen zijn het belangrijkste in mijn verhalen. Die staan gewoon helemaal voorop. Dus geen politieke zeur of wat dan ook. Dat zit allemaal in dat artikel wel verweven. Maar wat ik mooi vind, is dat mensen gewoon door blijven lezen. En dat doe je meestal door gewoon die verhalen. Ja, heel dichtbij te brengen. Ja, ik moet ook zeggen, inderdaad, ik las het artikel van jou in de Groene gisteren. Over inderdaad vluchtelingkampen en verschillende kinderen. En het ging inderdaad allemaal over persoonlijke ervaringen van mensen. Ja. En dat raakt je op een gegeven moment ook wel op een andere manier dan de geopolitieke verhoudingen die spelen in zo'n gebied. Die natuurlijk ook belangrijk zijn om te begrijpen. Maar toch niet vergeten dat op mens, ook echt op mensenlevens gaat. Ja, maar die mensen vertellen ook weer tegelijkertijd dat verhaal van bijvoorbeeld die geopolitiek of wat dan ook. Want je maakt met z'n allen de samenleving. En door wat zij zeggen ook, en als je dat in je artikel verwerkt, dan krijg je ook wel een heel goed beeld van hoe het daar dan werkt in het Midden-Oosten. En het is natuurlijk ook best wel complex. En ik vind het belangrijk dat ook gewoon mensen die daar niet zo heel veel van af weten, dat als ze dat artikel lezen, dat ze dan het begrijpen van, dit is wat daar speelt. En ook dat mensen niet meer als de ander worden gezien. Hè? Daarom schrijf ik ook zo persoonlijk. Ik wil dat het voelt alsof je naast mensen op de bank zit. Mm-hmm. En dat we niet meer denken ook in van, dat is ver weg. Hè? Dat heeft niks met ons te maken. Nee, ik wil dat mensen denken van, dat had mijn buurmeisje kunnen zijn, bij wijze van spreken. Of mijn kind. Ja. En hoe was het om als westers opgegroeide vrouw, dat klopt toch? Je bent gewoon in Nederland opgegroeid, toch? Ja. Te duiken in Curaçao, om in je eentje daar te gaan reizen. Want ik kan me voorstellen dat het wel echt een cultuurshock is geweest. Ten eerste voor jou, maar ook voor mensen daar. Want vorig jaar geleden ben ik met een vriend van mij naar Curaçao geweest. En de eerste dag dat we daar waren, liepen we in Houler, Erbil. En we liepen door een bazaar heen. En ik was daar weer voor sinds 2 jaar, 3 jaar was ik daar. En ik keek om me heen en dacht, nice, ik ben weer terug. En weet je wel, het ruikt daar anders, dingen klinken daar anders. Alles is veel kleurrijker. Ja. En ik kijk achter mij en ik zie deze man zo lopen. Ik zo, waar is het, Steven? Ja? Hij zo, ik ben blind. Ik herken niks. Er is niks hier wat in mijn perspectief zit wat ik ken. Dus ik weet, had jij ook zo'n ervaring? Of was je beter voorbereid? Ja, ik weet niet. Het is, waar moet ik beginnen? Kijk, ik kom uit Rotterdam. Misschien is dat wel even belangrijk om te vertellen. Maar ik kom uit Rotterdam-Zuid. Uit een hele multiculturele omgeving. Dus ik zat altijd bijvoorbeeld tussen... Turkse, ik had een Syrische vriendin. Turkse vriendin. Marokkaanse vriendin. Noem maar op. Dus voor mij al verschillende culturen. Die kwamen al automatisch
bij mij, ja, ik zat daarin. Ja. Dus voor mij was dat gewoon de normale wereld, zou ik maar zeggen. Allerlei verschillende culturen. En het hele Midden-Oosten, dat trok mij sowieso wel. Ja, oh, ik ben trouwens zelf ook niet helemaal Nederlands. Hè. Mijn vader is half Italiaans, mijn moeder is half Grieks. Dus ik heb altijd wel heel erg, wat ik zei, gewoon multiculti. maar ik moet wel zeggen, toen ik voor het eerst naar Koerdistan ging, ja, ik stond er wel van te kijken. Ik dacht wel van, dit is niet echt hoe ik het me had voorgesteld, nee. Oké. Waar stond je het meest van te kijken dan? Dat het zo mooi was. Dat het zo ontzettend mooi was daar. Dat zie je niet op het nieuws, hè? Als je... ja, dus het gaat toch meestal alleen maar over de negatieve dingen. Maar ja, dan zit je daar in een taxi en dan zo door de bergen heen. En dan kom je weer een waterval tegen, ik noem maar wat. En ik heb echt mijn ogen daar uitgekeken. En op een gegeven moment, ik was vroeger heel erg fan van Aladdin. Toen ik klein was. Ik was altijd verliefd op Aladdin. En dat ook nog zo. En Simbad de Zeeman ook trouwens hoor. Op een gegeven moment. Je had dan affiniteit met het oosten. Ja, dus toen ik op een gegeven moment in mijn eentje dus helemaal naar Soran ging. Kijk, ik moet wel zeggen, ik werd opgevangen door mensen. Hè? Ja. Dus dan werd ik bijvoorbeeld, dan had ik daar een vriend zitten. En ik zat natuurlijk bij een vriendin van mij in huis. Beri Shamashi is een filmmaker. Oh, oké. Ja. Dus ja, dankzij haar ben ik dus in Koerdistan beland. Want zij is daar toen gaan wonen. Okay. En zij is een van mijn vriendinnen die toen naar het Midden-Oosten is verhuisd. Dus dus ik werd altijd wel opgevangen. En ik had altijd wel gezelschap hoor. Maar als ik dan van de ene plek naar de andere plek ging. En ik besloot om in mijn eentje te gaan. Om naar iemand anders toe te gaan. Ja, dan moest ik alleen natuurlijk. Ja, dus dan zochten zij gewoon een taxi voor mij. En want alles gaat daar natuurlijk met taxis, hè. En zat ik met zo'n oud mannetje, zat ik zo in zo'n tuf taxi. Ja, ik weet niet hoe ik moet uitleggen. Zo'n krakkemikkig taxietje door de bergen heen. Met zo'n oud mannetje, ja. Ja, ik heb hele mooie herinneringen aan die reis. De eerste keer dat ik daar was. Ja. Ja. Maar om terug te komen op dat... Oh, wacht even. Om terug te komen op dat Aladdin. Ja, daar begon ik hier over. Ja. Toen was ik dus in Soran. En toen liep ik door zo'n hele kleine bazaar. Nou, en dat was echt net alsof je in 1001 nacht zat. Was prachtig, met een waterval die door die bazaar heen ging. Nou, ik heb nog nooit zoiets gezien. En dat zie je dus op het nieuws, hè? Ja. Is dat, ik vergeet het altijd, is dat richting, hoe heet het alweer? Bij een restaurant is dat toch? Ik weet het niet. Het is Soran, waar lag dat ook alweer? Ja, ik weet wat je bedoelt. Ik weet niet welke richting dat was. Ik ben op veel plekken geweest hoor. Ik ben natuurlijk heel vaak heel veel in Dork geweest. Weet ik het allemaal. Ik ben Slimani. Wat jij bedoelt is, als je in Holer naar het noorden gaat, richting, hoe heet die berg nou ook alweer? Het is echt een toeristische trekpleister. Je hebt daar ook zo'n uitkijkpunt en iedereen maakt daar foto's. Ja, en het is een restaurant. Je hebt een kleine bazaar en het is een restaurant en er is ook een hotel in de berg. Ik weet niet hoe die heet. Geweldige plek. Geweldige plek. Er zijn echt heel veel van dat soort plekken hoor. Supermooi. Over Koerdistan kan ik eindeloos doorpraten. Maar laten we het inderdaad ook even hebben over je onderzoek, of je werk, of je afgelopen werk, laatste werk over de Yazidis, het vergeten volk. Ja. Heel veel natuurlijk nieuws daarover, heel veel over te praten. Maar ik ben ook vooral zelf ten eerste benieuwd, wie zijn precies de Yazidis? Want ik weet het enigszins, maar ik weet het niet heel goed. Dus misschien kun je daar wat diepgang en wat meer context aan geven over wie de Yazidis nou precies zijn. Ja, de Yazidis zijn een etnisch-religieuze minderheidsgroep. Dan geconcentreerd in het noorden van Irak, Koerdistan ook. Er wonen ook wel heel veel in Koerdische delen van Syrië natuurlijk, Yazidis. Ongeveer iets van, ik denk dan in heel Irak, 600.000 waren het voor de genocide. Waarvan ongeveer 400.000 dus in Sinjar. En... waar geloven zij? Zij geloven in de pauwenengel, in Taus Melek. Hij is een van de zeven aartsengelen dan, waar zij in geloven en ook de belangrijkste. Dus ze zien hem eigenlijk als een soort van manager van de aarde. Iemand die eigenlijk deze wereld draaiende houdt en het is ook een soort van alter ego voor God. Maar is het een monotheïstische religie of is het een, wat voor religie is het dan?
maar even in de vorm van Tausmelik. Want dat is eigenlijk ook een andere benaming dan weer voor God. Ik vind dat zelf altijd heel lastig, maar nou, je moet hem eigenlijk ja, als een soort van manager, denk ik, van de aarde zien. Zo omschrijf ik het altijd, tenminste. The power is that manager van de aarde, oké. Okay. Ja, zoiets, ja, want hij is dan degene ja, naar wie ze dan ook bidden en om advies vragen en zo. Of ja, leiden. En het is ook een voorbeeld, hè. Want zij zeggen dus altijd van, ze geloven niet in de duivel. Ze denken dat, ja, dat bestaat volgens ze niet. Ze mogen het niet eens uitspreken, in principe. Maar ze geloven dus dat het goede en het kwade in de mens zelf aanwezig is. En dat het aan jou is om het goede te doen, net zoals dat Tausmelik dus deed. Mm-hmm. Ja, en op een gegeven moment, dit is het verhaal wat heel belangrijk is. Omdat hij, want dit is de reden waarom IS ook heeft aangevallen. Omdat IS ze dus als duivelsaanbidder ziet. En dat heeft dus te maken dus met Tausmelik. Want hij schijnt dus ja, geweigerd te hebben te knielen voor Adam, voor een mens. En ja, daardoor, dit is dan de versie die IS gelooft. Hè, omdat hij vergelijkenissen vertoont met Iblis, ja, de duivel. Mm-hmm. Ja, en daarom vinden zij dus dat de Yazidis aangevallen mogen worden. Terwijl de Yazidis zoiets hebben van ja, maar juist omdat hij dus weigerde te knielen voor Adam, kwam hij juist weer in de gunst van God. Want Tausmelik zei, ik kniel voor niemand behalve voor God. Ja. En daardoor werd hij juist weer benoemd tot de leider van de aartsengelen. En de belangrijkste figuur. Dus het was eigenlijk een soort van test van God, zeggen de Yazidis. Oké, okay. Maar zijn de Yazidis dan gerelateerd aan moslims? Of is het echt een heel andere religie? Nee. Want ze hebben dus blijkbaar wel... Zij geloven dus dat iedereen ooit in dat gebied, dus in Mesopotamië eigenlijk iedereen op de hele wereld, maar even voor het gemak gewoon Mesopotamië vroeger, want dat geloof gaat echt 4000 jaar terug. We weten niet precies waar het vandaan komt. De ene zegt dat het bijvoorbeeld het Zoroastrisme is, maar het heeft wel gewoon zijn oorsprong in de oude Perzische religies, bijvoorbeeld waar de zon een hele belangrijke rol speelde. Want Yazidis die bidden ook richting de zon. Mm. En ja, ze geloven in alle elementen die de wereld draaiende houden. Die zijn ook heilig voor ze. Water, vuur, dat soort zaken. Dus daaruit kunnen we opmaken dat het inderdaad een beetje uit die oude religies ja, voortkomt. Maar in de 12e eeuw is het geloof hervormd door Sheikh Ali. En hij was dus een Soefi geleerde. Die op een gegeven moment een spirituele ingeving kreeg van... Oh, ik moet naar Lales, dat is dan het heiligdom van de Yazidis, om deze groep te leiden. En hij heeft dus dat geloof eigenlijk structuur gegeven en opnieuw gevormd. Dus bepaalde regels ingesteld, dat je een kastenstelsel hebt, de sheikhs, de piers, de merit. En ook dat je alleen maar Yazidi kan zijn als je dus met elkaar trouwt. En als je dus ja, een Yazidi-kind moet twee Yazidi-ouders hebben. Okay. Snap je? Ja, je kan niet bekeren tot het Yazidisme. Dat is niet mogelijk. Je moet echt als Yazidi geboren worden. Oh. Ja. Dat is anders dan elk andere religie volgens mij. Ja. Op de wereld. En dat is ook een beetje natuurlijk het probleem. Hè? Want ja, als je nu kijkt naar bijvoorbeeld vrouwen die kinderen hebben gekregen van IS-strijders. Geboren dus na verkrachting. Ja, ja. Die worden niet geaccepteerd door de gemeente. Ja, maar bijvoorbeeld ook in het verleden heb ik begrepen. Ik weet niet of dat nu, want de genocide heeft gewoon heel veel veranderd. Er gebeurde niet in 2014 toen ze zijn aangevallen. Maar voorheen kwam eerwraak ook redelijk vaak wel voor binnen de Yazidische gemeenschap, heb ik begrepen. En dat had dan ook te maken met bijvoorbeeld als, ja, stel een Yazidi meisje werd verliefd op een moslim jongen. Er is een heel bekend filmpje dat nog steeds wel rondgaat op internet. Dat is uit 2007. Dat zo'n meisje dus gestenigd wordt. In Koeristan. Ja, dat was in... Het is een gemengd in Bashika. Dus dat, het is, ze spreken daar ook Arabisch. Ja, het is in ieder geval in de begin 2000, eind 2000... zijn een aantal keren naast van zulke filmpjes opgedoken van meisjes die gestenigd werden... Ja. Echt heel verschrikkelijk was. Maar het is natuurlijk wel iets, kijk, dat is ook wat mensen denken dan dat het echt een Yazidi ding is of zo. Ik wil even benadrukken dat dat niet zo is. In die hele regio is eerwraak gewoon echt een probleem, waar je ook zit. Ja. Ja, dat komt in al die gemeenschappen voor. Ook onder de christenen en de moslims en noem maar op.
Ja, zeker. Dus, zeker. Het is echt nog een heel groot probleem waar vrouwen in Koerdistan heel erg tegenaan lopen. Wat wil ik nog vragen? Ik ben de vraag kwijt. Maar goed, waarom waren die hervormingen nodig in die tijd? Ja, dat weet ik dus niet. Het is zo van dat ze geen richting hadden. Ja. En natuurlijk, op een gegeven moment had je natuurlijk ook de opkomst van de islam. Dus heel veel mensen die werden gedwongen bekeerd. Jezidis werden ook, die zijn ook slachtoffer. Ja, 73 keer eerder het slachtoffer geweest van Veerman, zeggen ze dan. Dus volkerenmoord of vrij vertaald genocide. Ja. Ik denk dat ze daarom gewoon hele strenge regels toen op een gegeven moment hebben gekregen. Ik moet wel zeggen, het geloof op zichzelf is niet zo heel streng. Behalve dus deze paar regels. Je mag alleen maar binnen je eigen kasten trouwen. Je mag alleen maar met de jezidi trouwen. Je mag niet bekeren en zo. Maar voor de rest is het zo van, jezidis drinken gewoon alcohol. Er wordt gezegd dat ze bepaalde bladgroenten niet eten en zo. Maar ik heb daar geen bewijs voor kunnen vinden. Ligt er gewoon aan in wat voor gezin je opgroeit, denk ik. Ja, met al die regels, ik denk dat het meer voor heel veel jezidis is het meer gewoon echt een identiteit. Ik ben jezidi en dat staat gewoon voorop bij ze. En alle geloofsregels, die laten ze maar over aan de hele religieuze mensen binnen de gemeenschap. Ja, 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 ja. Dat idee heb ik altijd een beetje. Ja. Ja, we vergeten vaak dat er ook binnen religieuze groepen natuurlijk nog steeds heel veel verschillen in hoe sterk ze beleiden. Ik besef me trouwens dat ik laatst al bij een jezidi presentatie was van dokter Imra nog iets, ik ben even zijn naam kwijt. Ilhan nog iets. Oh, Jan Kazilian. Ja, Kazilian, ja. Bij de Bali. En die zei dat ze wel met goede pogingen of goede successen hadden om te zorgen dat, dat veel Yazidi kinderen, die inderdaad door verkrachtingen in het leven kwamen, toch geaccepteerd werden in de gemeenschap. Omdat dat is wel een goede ontwikkeling, zei hij tenminste. Nee, ik heb daar geen bewijs voor kunnen vinden. Tot nu toe, ik heb een heel hoofdstuk gewijd in mijn boek aan die kinderen die geboren zijn na verkrachting. En al die vrouwen werden gedwongen om ze op te geven. De mensen die ik gesproken heb. En wat gebeurt er dan met ze als ze ze opgeven? Nou kijk, op een gegeven moment ze zitten natuurlijk in IS-gevangenschap. Ja. En dan komt er een moment dat ze kunnen ontsnappen. Of dat er een smokkelaar voor ze geregeld kan worden, of wat dan ook. Of dat bijvoorbeeld de Irakese troepen of de Koerdische Peshmerga's hebben bevrijd. Nou, dan komen ze erachter dat ze dus kinderen hebben. Dan belanden ze in de vluchtelingenkamp. En wat ik dan begrepen heb, is dat die vrouwen al, sommigen die kregen van tevoren al te horen van, je mag terugkomen, maar je kind is niet welkom. Want het is geen Yazidi kind. En dan worden ze dus eigenlijk gedwongen om ze achter te laten in bijvoorbeeld een weeshuis ter adoptie. Mm-hmm. En andere vrouwen die werden juist weer teruggelokt met de belofte dat ze wel die kinderen mochten houden. Maar als door ze de eigen gemeenschap waren, of door IS? Nee, ik heb het echt over de eigen gemeenschap nu. Hè. We hebben het nu over na IS, periode na IS. En dan komen ze dus terug bij hun familie en dan moeten ze alsnog het kind afstaan. Dus ik heb echt helemaal niet. Nee, ik heb geen enkel voorbeeld dat het kind dat het bekend is dat het kind van IS is en dat het wordt geaccepteerd binnen families. Wat wel mogelijk is, is dat bijvoorbeeld families in het buitenland, heel veel Yazidis hebben inmiddels natuurlijk familie in het buitenland, dat die familie er dan zelf voor kiest van, wij accepteren gewoon dit kind. En lak aan de gemeenschap, zou ik maar zeggen, snap je? Want we moeten wel beseffen dat de mensen, de Yazidis die met name uit Sinjar, die zijn denk ik conservatiever wat dit soort zaken betreft, dan misschien de mensen die al, ik weet niet, hoe lang in Amerika wonen. Ja, nou, ik kan me wel vertellen. Maar, wat ik ook nog gehoord heb van NGO's, is dat families wel zoiets hebben van, dat ze er creatief mee omgaan, snap je? Ze verzinnen altijd manieren om eruit te komen. Dan zeggen ze bijvoorbeeld dat kind gewoon van een Yazidi man was, maar dat die man is omgekomen door IS. En dat die vrouw in gevangenschap nog met haar man was, of wat dan ook. Ja, dus je ziet wel dat ze gewoon, en dat mensen misschien wel hun twijfels erbij hebben, maar dat ze zoiets hebben van, dat laten we even maar. We kijken ja, even weg. Precies, ja, dat hoor je wel, ja. 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 Ja, het is inderdaad heel vreemd dat je dan in zo'n strenge beleidens dan leeft, waarin iemand die uit verkrachting voortkomt van een niet-Yazidi iemand er niet bij hoort en niet bij mag zijn, maar je toch wel de menselijke empathie hebt om te weten dat het
wel echt verschrikkelijk is om zo'n kind aan zijn lot of haar lot over te laten. Want deze kinderen worden gewoon slachtoffer van aan de ene kant een verschrikkelijke organisatie en aan de andere kant een leefregel van de gemeenschap waar de moeder vandaan komt. Ja, die vrouwen die zeggen dat ook. Hè? Ze zeggen ook van, ja, iedere moeder houdt van haar kind. Dus ja. Ik wilde gewoon mijn kind houden, ondanks dat ik die man, ja, weet je, dat ik hem dood wenste. Ja, logisch, het zijn IS-terroristen. Die vrouwen die zijn verkracht en zo. Maar je ziet toch dat die moederband heel sterk is. En die vrouwen die gaan er helemaal aan onderdoor. Ja, ik heb er dan best wel veel gesproken daar. En die kunnen ook eentje zelfs weer weggelopen. Die is uiteindelijk weggelopen. Ja, die vrouw is weggelopen van de familie. Die is op zoek gegaan naar... Want zij had dus nog een Yazidi man met wie ze dus herenigd werd nadat ze bevrijd werd. Dus ze had 3 kinderen met hem. En dan, en dan dat kind van de IS-strijder die ze moest opgeven. Uiteindelijk heeft ze haar man dus, haar Yazidi man en haar 3 kinderen achtergelaten in Koerdistan. En is ze dat kind gaan zoeken. Ja. En heeft ze dat kind gevonden ooit? Dat weet ik niet, want het schijnt dat zij nu in een vrouwenopvanghuis zit. En ik heb geprobeerd haar te bezoeken, maar dat was niet mogelijk. Het was echt wel een grote schande dat zij alsnog is weggelopen. Want de gemeenschap had zoiets van, oké, wij accepteren jou. Want dat is natuurlijk ook nog wel een belangrijke verandering. Ja. Hè? Want in het begin was het nog niet eens duidelijk of vrouwen... die terugkwamen uit IS-gevangenschap geaccepteerd zouden worden in zo'n conservatieve samenleving. Maar gelukkig heeft de Baba Sheikh, de religieus leider, daar toen een oproep toe gedaan. Van, wij moeten allemaal die vrouwen accepteren, reïntegreren, het zijn helden. Maar alleen voor die kinderen geldt dat natuurlijk niet. En nu moet ik ook wel zeggen dat binnen de Yazidische gemeenschap is er heel veel wrijving over wat er met die kinderen moet gebeuren. De ene denkt dit, de ander denkt dat. Ja. Dus je ziet ook dat mensen constant ruzie met elkaar maken, bijvoorbeeld online. Een tijdje terug heeft de religieuze de religieuze council die heeft toen een verklaring opgesteld waarin dus werd gesproken dat kinderen wel geaccepteerd zouden worden. Maar het was niet duidelijk om wat voor kinderen dat nou ging. Dus toen mensen dachten dat het om IS-kinderen ging, ja, toen barstte de bom gewoon. En je zag iedereen ruzie met elkaar maken op social media. Wij willen die kinderen van terroristen niet. En dan zegt die ander weer van, ja, maar ja, het zijn onze vrouwen die nu terugkomen en ze moeten gesteund worden met of zonder kind, bla bla bla. En uiteindelijk is die religieuze council en die stamhoofden... die zijn daar toch voor gezwicht en die hebben toen een verklaring weer opgesteld dat ze dus niet die kinderen van IS-strijders bedoelden, maar gewoon Yazidische kinderen. Dus dat was heel laf natuurlijk eigenlijk. Ja, er had toen iets kunnen veranderen en dat is niet gebeurd. Het spreekt ook een beetje tot de verhouding tussen man en vrouw, waarin je zegt dat is een IS-kind, terwijl het voor de helft van een Yazidi vrouw is. En je zegt dat het een volledig IS-kind is, dat je dus blijkbaar alle agentschap van het van het maken van kinderen legt bij de zaad van de man blijkbaar, terwijl de vrouw het 9 maanden in de buik draagt en het kind baart, zou het een Yazidi kind moeten zijn in plaats van een IS kind. Ja, en dat is dus iets wat heel veel activisten binnen de Yazidische gemeenschap en ook NGO's allemaal aangeven. Stel dat nu, want het probleem ligt ook voor een deel in de Irakese wet. Want daarin staat dat als de vader moslim is, dat kind dan automatisch moslim is. En dat is dus het probleem voor die Yazidis. Dus stel dat er nog dat de wet veranderd wordt en er wordt een soort van wet gecreëerd waarin deze vrouwen, dat kind dus niet geregistreerd wordt als moslim, maar gewoon als Yazidi. Ja, dan heb je nog wel kans dat er iets gaat veranderen. Dus je ziet dat er heel veel verschillende dingen spelen. Maar denk, denk je dan dat de wet van de Irakese regering wel effect gaat hebben als een afvaardiging van de eigen raad geen effect heeft? Ja, maar dan, kijk, dat is wat die activisten mij vertellen en ook die NGO's. Zij zeggen dus van, stel dat je die wet verandert, dan gaat waarschijnlijk de religieuze council, die gaat gewoon de wet volgen. Okay. Die kans heb je wel, want die studies zijn wel zo dat ze echt, die volgen de wet. Ja. En ze denken ook wel, en ik moet ook wel eerlijk zeggen, het klinkt nu allemaal heel negatief, maar er zijn wel... het zegt ook al wat dat die religieuze council er toch wel in het begin, dat ze eigenlijk
voordat al die ophef ontstond, dat ze toch die statement, dat statement eruit hebben gegooid. Hè? Het geeft wel weer aan dat ze er echt wel mee bezig zijn en dat ze zien dat het een probleem is. Ja. Alleen het is wel slecht dat ze dat vervolgens hebben teruggedraaid natuurlijk. Ja, kijk, die wet natuurlijk, of die regel dat je alleen maar Yazidi bent als je beide ouders een Yazidi zijn, was natuurlijk voordat al deze problemen het eerst begon niet zo'n probleem, denk ik. Ik denk dat toen dat gewoon redelijk goed werd in die samenleving, dat weinig mensen er last van hadden. Maar nu word je geconfronteerd met met iets wat buiten je staat, wat eigenlijk je hele omgangsvorm met elkaar overhoop gooit. En de kinderen dus daar het slachtoffer van zijn. En je moet er dus iets mee doen. Maar je kan niet zomaar alles waar je honderden en honderden jaren naar geleefd hebt of als waarheid hebt gezien, in één keer veranderen. En dan ook nog eens met instemming van alle mensen om je heen. Want ja, je zegt het, ze zijn ermee bezig, ze proberen iets. Maar niet iedereen accepteert het. Dus er zitten ook, het is gewoon natuurlijk een lastige situatie. En de Yazidische gemeenschap heeft gewoon tijd nodig, denk ik, om hieraan te wennen. Want laten we wel eerlijk wezen, voor 2014, zij leidden echt een heel teruggetrokken leven. Hè? Dat wordt ook wel eens vergeten. En ook er was veel armoede. Vrouwen gingen tot, ik denk de Amerikaanse invasie, gingen zij amper naar school. Dus voorheen. Dus ze waren niet anders? Nou ja, het was wel, het is wel veranderd na die Amerikaanse invasie. Toen werden vrouwen wel meer naar school gestuurd. Maar ja, nog steeds niet op hetzelfde niveau binnen die gemeenschap dan als bijvoorbeeld mannen. Ja. En ook, ze leefden natuurlijk in een heel teruggetrokken, teruggetrokken gemeenschap. Dus ik denk ook dat dat wel een rol speelt. Zij hebben heel veel veranderingen moeten doorstaan eigenlijk in zo'n korte tijd. Ja. Maar je ziet wel dat ze echt wel bereid zijn om over al dat soort zaken gewoon te praten. En dat is natuurlijk al, dat is wel goed, vind ik. Ja, je kan er wel over praten met mensen. Het is niet dat mensen het helemaal doodzwijgen. Nee, ze maken er ruzie over, gewoon online. En het is gewoon een actieve discussie binnen de gemeenschap zelf. Ja. En het is ook belangrijk dat gewoon die NGO's daar toch nog, dat ze daar altijd aan blijven werken. Kijk, bijvoorbeeld Yazda, hè, de grootste Yazidische NGO. Zij maken zich daar ook hard voor dat die vrouwen dat er een oplossing komt. Dus je ziet dat het wel, het speelt wel, het leeft wel echt binnen die gemeenschap. En ze proberen wel een oplossing voor te vinden, ja. Ja, goed. En je zei iets eerder, zei je nog, dat IS echt een heel systematische manier had van de Yazidis uit te moorden. Hoe zag dat eruit? Wat hebben zij moeten doorstaan? Je valt een beetje weg. Eén van, hè? Kinderen verwekken bij die vrouwen. Je viel een beetje weg. Ja, want zij wil. Oh, hoor je mij? Ja. Nee, kijk, dit is een van de. Ja, dus kinderen verwekken bij die vrouwen was een van de manieren. Ja, om hun gemeenschap natuurlijk uit te breiden. En om het Yazidi-geloof en hun hele cultuur, identiteit, alles uit te wissen. Zij zijn echt naar Sinjar gegaan met het doel om die mensen gewoon uit te roeien en te bekeren, dwongen te bekeren. Dus daar hadden ze ook grondig onderzoek naar gedaan. Hè? Voordat ze dus Sinjar aanvielen, hadden ze sharia-studenten in dat kalifaat van ze. Hadden ze onderzoek laten doen, want ze hadden gehoord over de Yazidis. En ze wisten er ook heel veel vanaf, hè? Over hun gebruiken en hun gewoontes, hun regels. Wacht heel even, want wat ik dus dacht dat er gebeurd was, is dat de Yazidis onderdeel waren van de expansiecampagne van IS. En zo waar IS komt, moorden ze iedereen uit. Nee. Maar ik had niet door dat ze specifiek om de Yazidis uit te moorden daarheen waren gaan. Ze hadden naar allerlei gebieden kunnen gaan. Waarom zouden ze naar Sinjar gaan? Kijk, het ligt strategisch wel goed. Maar het was niet echt een hele logische keuze als ze bijvoorbeeld hun mankracht allemaal naar Erbil of zo komt. Ik noem maar, want dat hebben ze toen ook gedaan. Maar ze zijn echt heel erg bewust naar dat gebied gegaan. Omdat ze dus gehoord hadden dat daar een bepaalde groep leefde. Daar komen ze ook eerlijk vooruit. Hè? Er zijn allemaal van die magazines geschreven door leden van IS. Waarin ze dat hele plan helemaal beschrijven aan de hand van religieuze bronnen en zo. En dan zeggen ze dus ook van, wij hadden sharia-studenten onderzoek laten doen naar wat er met de Yazidis moest gebeuren. En toen zijn ze tot de conclusie gekomen dat je de mannen mag vermoorden.
als ze weigeren zich te bekeren. En dat je de vrouwen en de kinderen tot slaaf mag maken. Enig idee hoe zo'n onderzoek eruit ziet? Nou ja, dat is gewoon sharia gebaseerd op wat zij dan verstaan onder de sharia-wetgeving. Dus die studenten die zijn daar opgezet, sharia-studenten. Van daar en daar woont een bepaalde groep. Wat moeten we daarmee? Bijvoorbeeld christenen mochten nog een belasting betalen, hè? Onder IS. Dus die mochten daar blijven wonen als ze maar belasting zouden betalen. En dan enig idee waarom christenen dan wel mochten blijven leven en jezidis niet? Ja, dat valt onder hun... Omdat zij mensen van het boek waren. En de jezidis die kwamen niet in de Koran voor. Dus ze werden gezien als ongelovigen. Of duivelsaanbidders. Ja, en dat, daar mag je alles mee doen volgens IS. Dus die mag je gedwongen... Ja, in oorlogstijd daarvoor hebben ze allerlei bronnen geraadpleegd. Bijvoorbeeld het leven van... over het leven van Mohammed dan. Uit de hadith. Maar ook de Koran. Dat soort dingen. En... Ja, met hun knip en plakken, hoe zij dat altijd heel mooi doen. Ja. Dus gewoon, verschillende bronnen dat in een soort van document gooien. En kijk, dit is waarom we dat gedaan hebben. Dat hebben ze toen allemaal in Dabiq beschreven. Ja. Dus het was echt doelbewust, hè? En dat vind ik wel belangrijk dat mensen dat weten. Want heel vaak wordt het gedaan alsof IS... Kijk, het zijn natuurlijk ook gewoon... heel veel mensen zullen vast wel psychische problemen hebben en niet helemaal 100 zijn, zal ik maar zeggen. Maar ze zijn ook wel heel erg planmatig en doelgericht. Mm-hmm. En dat blijkt hieruit bijvoorbeeld. Die hele genocide was gewoon een opgezet systeem. Slavenhandel, dat hebben ze helemaal ingevoerd. Ja. Dus met allerlei voorgeselecteerde locaties en al. Vrouwen werden eerst daarheen vervoerd. En dan vanuit die plek weer daarheen. Vervolgens gedistribueerd. Ja, als vee gewoon vervoerd weer naar andere distributiecentra. Ja, slavenmarkten. Om ze dan weer te verkopen. Er zat echt een heel systeem achter. En dat was uitgedacht. En werden die vrouwen verkocht binnen IS of ook buiten IS? Nou, kijk, dat is ook nog zoiets. Wat IS toen in dat magazine heeft geschreven. Wat die IS-strijders hebben geschreven. De eerste selectie was eigenlijk door de mensen die meegewerkt hadden aan de operatie in Sinjar. Dus de IS-strijders, die dus de Yazidis hadden aangevallen. Zij mochten de eerste vrouwen uitkiezen. Meisjes dus, hè? Ja. We hebben inderdaad ook gewoon over meisjes van 10 jaar, 8 jaar. Ja, want dat is ook nog iets wat ik wil benadrukken. In het begin werden dus alleen de ongetrouwde vrouwen en meisjes verkocht. Maar toen IS er eigenlijk achter kwam dat de slavenhandel het zo goed deed in dat kalifaat, want hiermee lokten ze nieuwe strijders. Ja, hebben ze op een gegeven moment ook, gingen ze ook de getrouwde vrouwen gingen ze verkopen of weggeven. Tijdens een loterij, dat hoorde je ook vaak. Dat bijvoorbeeld de oudere vrouwen, die werden gewoon weggegeven in een door IS georganiseerde loterij. Dan stopten ze allemaal papiertjes met namen in een pot. En dan moest iedereen de eentje uittrekken. Ja, en die vrouw kreeg jij dan. Het is echt, het is ongelooflijk. Dit soort dingen hebben zij allemaal gedaan. En gewoon markten met allemaal vrouwen op een rij. Kies maar uit. Foto's maken van ze. Via WhatsApp groepen sturen naar elkaar. Met prijs erbij. Ja, zo zie je dat die blijkbaar goddelijke boodschap heel vervormbaar is wanneer er geld en aan te verdienen is. Ja, kijk, ik zeg altijd van, zij zoeken gewoon, als zij ik denk dat dit eerder was, dat zij een manier zochten ook weer om nieuwe strijders aan te trekken. Want je ziet ook dat het deed het gewoon bijzonder goed in dat kalifaat slavenhandel. Kan je je voorstellen. Ja. Dus de slavenhandel binnen het kalifaat, maar werd er ook gehandeld met mensen buiten het kalifaat? Is dat iets wat we weten? Nou ja, ik heb wel gehoord dat ze inderdaad wel, dat er ook vrouwen bijvoorbeeld helemaal naar Saudi-Arabië zijn gevoerd en naar Turkije. Maar dat is ook weer... Misschien nadat dat kalifaat al ineenstortte, dat bijvoorbeeld mensen vluchten naar Turkije en hun slaven hebben meegenomen. Ja, dat hoor je ook wel eens. Mm-hmm. Inderdaad. Maar het was echt wel een systeem binnen dat kalifaat. En het gek. Ja, iedereen was het daar. Binnen IS waren ze het daar ook allemaal mee eens. Want zij zien dan dus als de regels van God. Ja. En die vrouwen ook, hè? Die vrouwen, dat hoor je ook vaak van jezidis. Dat die IS-vrouwen er actief bij betrokken waren bij die hele slavenhandel. Dus die deden dan hun make-up. Gaven ze kleding, dwongen ze eigenlijk om te douchen, hielden ze vast in hun huizen.
Dat werd allemaal door IS-vrouwen gedaan. Ja. En we zijn al redelijk ingedoken, maar ik wil de vraag nog wel expliciet stellen. Wat leidde jou ertoe om dit verhaal te willen gaan schrijven? Omdat er zo weinig aandacht voor was dat het echt een doelbewuste poging was om die mensen uit te roeien. En dat het een genocide is geweest. Kijk, ik heb de definitie van de Verenigde Naties heb ik helemaal in het begin in mijn boek gezet. Dat is echt de eerste pagina. Zodat mensen zelf kunnen zien van alles wat IS heeft gedaan. Zo is mijn boek ook opgedeeld. Ja, dat valt onder die genocide. Verschillende aspecten van genocide. En dat vond ik heel belangrijk. En dat daar ook op vervolgd wordt. En dat mensen gerechtigheid krijgen. Want die Yazidis, voorheen waren ze... Ja, wie had er nou voor 2014 van de Yazidis gehoord? Ik wel toevallig, want ik was in 2013, omdat ik dus al naar Koerdistan en zo ging, was ik dus al in Lales en heb ik een keer een reportage gemaakt over de Yazidis. Dus ik kende ze al. Maar voorheen, ja, niemand kende ze. Dus toen dit allemaal gebeurde, hebben de Yazidis in mijn ogen veel te weinig aandacht gekregen. Er was wel aandacht voor bijvoorbeeld de seksslavernij. Want ja, dat is toch een beetje sensationeel. En dat stond heel groot in de krantenkoppen en zo. Op de meest, soms ook wel ordinaire manier, vond ik zelf. Als je over bijvoorbeeld de Nobelprijswinnares Nadia Murad. Als je dan in niks beters kan verzinnen in je headline dan ex-seksslavin wint Nobelprijs. Ja, dan denk ik echt van, we hebben nog een lange weg te gaan. Want die seksslavernij was onderdeel van de genocide. En dat is ook de reden waarom die vrouwen hun verhaal over bijvoorbeeld verkrachtingen vertellen. Omdat zij dat grotere verhaal van die genocide willen vertellen. Dus zij willen vertellen dat ze al 73 keer eerder het slachtoffer zijn geweest van massamoord. Pogingen tot genocide. En dat hun mannen zijn vermoord. En ja, dat hun broers zijn vermoord, hun vaders zijn vermoord. Dat hun kinderen in een trainingskamp werden geplaatst. Gedwongen werden zichzelf op te blazen voor IS. Dus, en al die dingen vallen dus onder genocide. En daarom vertellen zij over die verkrachtingen. Omdat zij daar aandacht voor willen, voor dat grotere verhaal. En hoe kijk je naar het ontvangst van het verhaal over de Yazidis? Ja, kijk, ik heb redelijk veel media-aandacht gekregen voor mijn boek. Daar moet ik blij mee zijn. Maar... wat ik wel jammer vind, is dat het echt 9 van de 10 keer ging het over IS-vrouwen. Wat moet je doen met Nederlandse IS-vrouwen? Want mensen waren erachter gekomen dat er in mijn boek, dat ik best wel wat aandacht heb besteed. Het is maar een klein onderdeel hoor, want mijn boek is 400 pagina's. Maar ik ben er wel echt ingedoken. Ik was de eerste die er geloof ik wel mee kwam, echt in Nederland. Dat IS-vrouwen actief betrokken waren bij de slavernij dus. En ik heb getuigenissen daarover opgeschreven. Dus als ik dan benaderd werd door bijvoorbeeld een RTL Nieuws of NOS, dan ging het daarover. En dat vind ik jammer, want dan denk ik van, ik had liever... Ja, een keer zoals dit bijvoorbeeld, gewoon heel mooi in een talkshow... Echt dat verhaal over die genocide. En dat die IS-vrouwen bijzaak waren. Ja, want dat is inderdaad, ook een vaak gemaakt argument geweest tegen de berichtgeving. We hebben het heel veel over IS-vrouwen die volgens jouw onderzoek niet alleen maar slachtoffer, maar vooral ook daden zijn geweest in die genocide. Ja. Terwijl de Yazidi-vrouwen vergeten worden. En daarom heet je boek natuurlijk ook Het Vergeten Volk. Ja. En toch... Toch is er vooral aandacht, ook blijkt het vanuit de politiek, alleen maar voor wat we met de IS-vrouwen moeten doen. Ja. En enigszins kan ik begrijpen wat de gedachtegang erachter kan zijn, namelijk omdat die IS-vrouwen vaak ook Nederlandse vrouwen zijn geweest, of Nederlandse burgers zijn geweest. Dus als land zijn we verantwoordelijk, of als politiek zijn we verantwoordelijk voor die vrouwen. Maar het is natuurlijk enorm wrang vanuit een bepaald humanistische rechtvaardigheid om het te hebben over mensen die andere mensen tot slaven hebben gemaakt en niet over de slaven zelf, puur en alleen omdat ze niet in het juridische kader vallen waar je het over hebt. Ja, ik ben er wel heel blij mee dat mijn boek tot een aantal goede dingen heeft geleid, al zeg ik het zelf. Bijvoorbeeld nu krijgt stichtingen zoals Yazda, de Free Yazidi Foundation, die dus echt actief met deze slachtoffers werken. Over de hele wereld eigenlijk. Nou ja, tenminste, Free Yazidi Foundation zit dan echt in Ganke. In kamp Ganke voornamelijk. Maar zij krijgen dus nu geld. En dat was heel hard nodig.
Want die mensen daar zo, ze worden steeds armer. En dat is ook iets wat mensen niet weten, hè. Ze leven al meer dan 5 jaar in kampen. In ontheemde kampen. Terug naar Sinjar kunnen ze niet. Politieke spanningen tussen Bagdad, Koerdische regeringsland uit dat gebied. Iedereen wil... Dus dan heb je het over bepaalde... Ja, bijvoorbeeld Harshad al-Shaabi. Heb je dan... nou, de PKK. Sorry, nog een keer. Wie? Harshad al-Shaabi, dus de volksmilities, aangestuurd door Iran. Ja, die zitten bijvoorbeeld nu ook in Sinjar. Maar het is een heel... Er zitten heel veel verschillende partijen. Maar het probleem is gewoon, de Yazidis kunnen niet terug, omdat er allerlei spanningen zijn. Het gebied wordt af en toe gebombardeerd, ook door Turkije. In de strijd tegen de PKK. Liggen overal mijnen. Maar waarom is dat gebied niet opgebouwd? Waarom is dat gebied nu nog steeds zo vol met strijdkrachten als IS weg is? Nou ja, omdat iedereen... Kijk, het zat namelijk zo. Het ligt in betwist gebied, Sinjar. Ja. Dus dat betekent dat de Irakese regering zegt... het hoort bij ons en de Koerdische regering maakt er ook aanspraak op. Nou, wat is er gebeurd? In 2014 was de KDP, dus de Koerdische Democratische Partij... die was verantwoordelijk voor de veiligheid in dat gebied. Zij hadden dat gebied bij Iraks Koerdistan getrokken. Maar toen IS eraan kwam, waren de Peshmerga's... alle veiligheidstroepen waren plotseling weg. In de nacht voordat IS aanviel... Dus de Yazidis werden wakker en IS stond bij wijze van spreken in hun achtertuin. Dat is iets wat de Yazidis niet kunnen vergeten. Met het referendum, op een gegeven moment werd het gebied natuurlijk weer bevrijd van IS. Toen heeft iedereen samengewerkt. Dus bijvoorbeeld PKK, de Harshad al-Shaabi milities, maar ook gewoon de Irakese leger, de Peshmerga's, noem maar op, iedereen. Maar vervolgens weigerden ze allemaal te vertrekken. Nou... De Koerden hebben op een gegeven moment onafhankelijkheidsreferendum gehouden in 2017. En als straf daarvoor heeft Bagdad dus weer gezegd... ja, jullie moeten vertrekken uit Sinjar. En toen is vervolgens de KDP vertrokken uit Sinjar. En nu zitten er allerlei verschillende partijen. De Koerden proberen het terug te krijgen, maar dat is nog niet zo. En tot die tijd is het gewoon, ja... Het is niet duidelijk wie daar nou precies... bij wie dat gebied nou hoort. En iedereen heeft daar zijn eigen regels een beetje opgesteld en... Je ziet die keren niet terug, want ze zijn ook het vertrouwen een beetje kwijtgeraakt, moet ik zeggen, in de KDP, omdat ze natuurlijk vertrokken zijn. Tegelijkertijd vertrouwen ze helemaal niemand meer, want zelfs hun eigen buren die hebben geholpen toen IS eraan kwam. Dat is ook nog zoiets waar heel weinig... Wie bedoel je? Nou ja, kijk, de Yazidis wonen natuurlijk samen met verschillende stammen daar zo. Ze wonen daar niet helemaal alleen, hoewel de meeste mensen die Yazidi waren er ook een aantal Soenitische stammen. Bijvoorbeeld ook Koerdistan, noem maar op. Maar toen IS eraan kwam, hebben heel veel van die buren dus, die Arabische buren, Soenitische buren van bepaalde stammen, die hebben zich aangesloten bij IS. Dus die hebben de Yazidis bijvoorbeeld opgejaagd, of ze kochten zelf een Yazidi-slaaf. Uitgeleverd aan IS dus. Dus ze zijn verraden door sommige buren. Niet door allemaal trouwens, hoor. Er zijn ook stammen die echt... actief gevochten hebben tegen IS. Bijvoorbeeld de Shamar-stam is daar een goed voorbeeld van. Mm-hmm. Zij hebben toen Yazidis echt laten onderduiken en ook gevochten dus tegen IS, wat ik net al zei. Maar ja, er zijn ook stammen geweest in Sinjar dus, die zich tegen de Yazidis hebben gekeerd. En dat is ook iets waarom ze niet terug willen, omdat ze bang zijn dat ze diezelfde mensen dadelijk weer tegen het lijf lopen. Want tot op de dag van vandaag worden er echt bijna geen mensen vervolgd voor wat de Yazidis is aangedaan, hè? Niet in Irak, niet in Koerdistan. Als ze vervolgd worden, is het allemaal voor lidmaatschap van een terroristische organisatie. Niet voor genocide of verkrachting, slavernij, noem maar op. En waarom is het belangrijk dat ze voor genocide vervolgd worden? Ja, omdat het allereerst natuurlijk omdat Yazidis dan kunnen helen. Zolang jouw de dader niet gestraft wordt voor wat hij jou heeft aangedaan, is het heel moeilijk om je trauma te verwerken. Mm. En dat zie je echt bij die vrouwen in die kampen daar zo. Ze hebben het idee dat... Dat iemand bijvoorbeeld ter dood wordt veroordeeld wegens lidmaatschap van een terroristische organisatie, ja, dat helpt ze niet. Zij willen echt in de rechtbank staan, die man kunnen aankijken, tegen de rechter vertellen, hij heeft dit en dat tegen mij gedaan, tegen mijn volk, ook weer dat grotere plaatje, hè? Erkenning voor wat er... ze willen eigenlijk wereldwijd ook erkenning voor wat hun is aangedaan. Wat is aangedaan, ja, ja.
Ja, en dat ze ook beschermd worden in de toekomst. En een signaal afgeven dat het nooit meer gebeurt. Kijk, want dit kan je niet ongestraft... Kijk, van dit is wat jullie ons hebben aangedaan. Hier kom je niet zomaar mee weg. Dus als ze dan bijvoorbeeld... Ja, het is gewoon heel goed als iemand dan echt vervolgd wordt... voor bijvoorbeeld slavernij, verkrachting. Ja. Dat geeft gerechtigheid. Ik weet niet hoe het juridisch werkt. Maar moet om dat te kunnen doen niet... die persoon aangeklaagd worden voor die daad door een slachtoffer? Ja. Nou, dat hoeft niet altijd hoor. Dat kan natuurlijk ook gewoon via de politiek. Dat, kijk maar bijvoorbeeld in Duitsland nu. Er is nu bekendgemaakt dat er een vrouw ook dat zij ook betrokken was bij de slavernij. Een Duitse vrouw dus. Volgens mij had zij een 13-jarige Jezidische slaaf. En daar is toen het Duitse Openbaar Ministerie zelf mee gekomen naar aanleiding van een onderzoek van... Harold Doornbos en Jenan Moussa, die twee journalisten, die hebben toen op een gegeven moment een telefoon in handen gekregen van een Duitse IS-vrouw dus, die was teruggekeerd naar Duitsland. En op die telefoon kwamen ze dus achter dat ze alle meegeholpen had in allerlei misdaden. En vervolgens is de Duitse OM is hiermee aan de slag gegaan. Toen kwam er dus ook informatie naar boven dat ze inderdaad een Yazidi-slaaf in huis had. Mm. Nou, en nu wordt ze daarvoor vervolgd. Ja. En ik weet wel, het is heel moeilijk om mensen te vervolgen voor genocide, heb ik begrepen. Dat heeft er ook weer mee te maken of bijvoorbeeld een land de genocide officieel heeft erkend. Nou, kijk hoe dat met de Armeense genocide is gegaan. Daar kan je denk ik nog wel even op wachten. Dat, ja, hoewel zeker. Er wel in Europa wel landen zijn die echt die genocide al hebben erkend. Dat is wel zo. Nou ja, Turkije moet erkennen toch, om het te kunnen vervolgen dan? Nee, wacht even. Nee, in Nederland, kijk, volgens mij... Werkt het zo van als een land erkent dat er genocide is gepleegd op een bepaalde groep, dan kan je dus ook weer Nederlanders daarvoor vervolgen? Of als er bewijs is. Op die manier. Ja. Ja, volgens mij wel. Maar ik weet niet precies hoe dat juridisch allemaal in elkaar zit. Maar ik weet wel dat het heel moeilijk is om mensen voor genocide te vervolgen. Ook qua bewijsvoering en zo. Ja. Want je zou denken: van ja, je weet toch dat IS is er openlijk voor uitgekomen. Ze hebben dat allemaal opgeschreven, gedocumenteerd. Er zijn allerlei bewijsstukken dat ze die vrouwen. Want die vrouwen kregen een eigendom. Tenminste, als jij een slaaf kocht, hè, dan kreeg je een papier waarop stond dat het jouw slaaf was. Gewoon een eigendomsbewijs. Met handtekening. Nou ja, inderdaad. Gewoon een eigendomsbewijs. Dus als je een huis koopt, zou ik maar zeggen. Je krijgt dan een contract. Nou, dat kregen die IS-strijders dus ook. Dus je zou denken van, er is genoeg bewijs. Maar blijkbaar is het heel moeilijk om mensen daarvoor te vervolgen. Omdat je echt moet weten dat diegene daarbij betrokken was. En daar verantwoordelijk voor was. Je kan niet zeggen... Ja. Ja, en dat is waar we nu tegenaan lopen hier in Nederland. Dat is het probleem natuurlijk. Volgens mij kun je niet groepen vervolgen. Je kan alleen maar specifieke personen vervolgen. Dus en ja, hoe ga je laten zien dat in die genocide in Sinjar persoon A, B en C er waren en die vervolgd moeten worden voor genocide? Ja, kijk, ik ben geen jurist, maar ik heb begrepen dat alles gewoon moet worden bewezen. Dus ieder klein dingetje. Maar er is wel veel mogelijk ook binnen de wet. Want stel je nou voor dat die ene vrouw... Ja, bijvoorbeeld haar man kocht een slaaf. Ik noem maar wat. En jij hebt niks gedaan om die slaaf te redden of te bevrijden of wat dan ook. Ja, dan ben je dus al strafbaar. Je moet dat wel kunnen bewijzen dan, maar... Ja. Maar... Het is niet zo dat je daarmee weg... Als dat eenmaal bekend is, gewoon... Nee, je komt daar denk ik niet zo makkelijk mee weg. Als je dat bewijs eenmaal hebt. Ja. Maar voor de Yazidis is het eigenlijk het belangrijkste in dit is vooral dat zij erkenning hebben voor wat ze aangedaan is. Ja. En veiligheid kunnen hebben dat het niet nog een keer gaat gebeuren. Gerechtigheid. Ja, en zij willen natuurlijk ook niet dat zij bijvoorbeeld in Nederland opeens hun, weet ik veel, hun IS-bul tegen het lijf lopen. Ja. Ja, daar zijn ze ook bang voor. Daar waren ook verhalen voor in Duitsland, hè? Dat meisje haar IS... eigenaar tegen was gekomen. Ja, dat was Ashwak. En zij heeft toevallig ook... volgens mij is dat hetzelfde meisje. Maar moet ik even goed kijken. Maar ja, dat klopt. Ja, die is hem toen tegengekomen. Gewoon op straat in Duitsland. En die is vervolgens teruggekeerd naar Koerdistan. Omdat ze bang was. Ja, kan je je voorstellen? Dan vlug je dus naar Europa. En dan kom je daar dus je IS-verkrachter tegen. En dan moet je weer terugvluchten. Nou... Ongelooflijk, ja.
Dus je hebt dit onderzoek gedaan, dit werk geschreven, omdat je wilde laten zien wat er aan de hand was met de Yazidis. En een onderwerp waar gewoon geen aandacht voor, waar heel weinig aandacht voor was op dat moment. Dus eigenlijk ook in lijn met wat je eerder deed. In het grotere verhaal een zijstap nemen om een menselijk verhaal te vertellen over wat hun aangedaan werd. Nou, ik heb nu wel het grote verhaal, denk ik, verteld. Ja. Over de genocide, maar wel al die verschillende aspecten. Dat heb ik wel, En wat is volgens jou wat Nederland moet doen in deze? In dit geval? Ik vind dat wij hele goede stappen maken op dit moment. Ik heb wel het idee dat het veel meer leeft. Er worden ook kamervragen gesteld. Of alle Yazidis wel... of de Yazidis wel voldoende worden gehoord. Bijvoorbeeld de Yazidi-vrouwen in de kampen. Want ik heb het idee dat... Kijk, hier hadden we in principe al een beetje op voorbereid kunnen zijn. Hè? Gewoon dat we... Ik kan me daar wel eens druk om maken. Dan denk ik, al die jaren had je ook al onderzoek kunnen doen naar bijvoorbeeld... betrokkenheid van IS-strijders bij de slavernij of wat ook. Ja, ik geloof ook wel dat ze daar wel aan werken, maar het had meer gekund. Als ik in zo'n kamp een vrouw spreek die 13 verschillende mannen is verkocht en verkracht en natuurlijk ook weer doorverkocht. En zij heeft gewoon allerlei hele beschrijvingen van die mannen, namen, waar ze woonden, hoe ze eruit zagen, wie hun familieleden waren. En zo'n meisje vertelt mij dus dat zij nog geen één keer is gehoord door bijvoorbeeld justitie of wat dan ook, of een advocaat, dan begin ik me wel een beetje zorgen te maken. Dan denk ik, er gaat iets heel erg fout daar. Dus we zouden gewoon actiever, denk ik, die mensen op moeten zoeken en met NGO's moeten praten, met mensen daar moeten praten om erachter te komen. Ja, of die ene vrouw toevallig gevangen is genomen of is verkocht of verkracht door een Nederlander. Ja. Mm-hmm. En daar zit gewoon heel veel tijd in. En je moet daar een internationaal mechanisme voor opzetten, denk ik. Dat je met verschillende landen kunt samenwerken. Ik denk dat ze dat ook wel hebben, hoor. Maar dat wij er gewoon niet zoveel over horen. Ja. Want informatie wordt natuurlijk wel gewoon doorgesluist en zo. Maar het gebeurt denk ik niet genoeg. En dat is een beetje het punt. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Even denken, wat moeten we echt niet vergeten? Wat moeten we vooral, wat is de les die we moeten trekken uit het onderzoek wat je gedaan hebt? De grotere les. Oei. Ja. Wat is de grotere les? Ja, inderdaad, dat je gewoon gerechtigheid, dat heel belangrijk is. En wat we ook niet moeten vergeten, denk ik, is dat IS echt een... Ja, ik vond, het waren niet zomaar, het zijn niet zomaar een stelletje criminelen en gekken. Snap je wat ik bedoel? Mm. Het is gewoon echt een hele goed georganiseerde organisatie geweest. En ik denk niet dat we nu we zijn niet van het probleem af. Kijk, we zijn nu allemaal in de ban van het coronavirus, maar die ideologie is niet dood van IS. Dat kalifaat kan misschien weg zijn. Maar wie garandeert ons dat er niet over een tijdje IS 2.0 opstaat? Want IS zit daar nog steeds natuurlijk. En dat ze dan weer zoiets doen. En weer dat soort mensen tot slaaf maken en uitmoorden. Ik denk dat we moeten ook meer aandacht hebben, denk ik, voor minderheden. Ja. Over de hele wereld, over hun benarde positie. Want wat één ding wat ik wel geleerd heb, is dat de Yazidis... Dit is niet de eerste keer dat ze dus vervolgd werden. En ze worden eigenlijk altijd, al jarenlang worden ze gediscrimineerd. Zelfs vragen. Wat was de situatie van de Yazidis voor IS? Ja, gediscrimineerd. Heel veel onwetendheid. Mensen denken, schelden ze uit voor duivelsaanbidders. Terwijl, ik heb dus echt helemaal dat sentiment niks van duivelsaanbidders was iets wat breder leefde, ook buiten IS. Ja, ik vind, dat leeft heel erg binnen bijvoorbeeld de toch wat strengere moslims, heb ik het idee, maar ook wel onder, ik weet eigenlijk niet zo goed hoe dat zit met christenen, of zij dat dan ook denken. Ik denk dat christenen zo eerder zoiets hebben van, wij worden allebei, we zijn allebei altijd de pineut, dus laten we gewoon samen, snap je wat ik bedoel? Ja. Want ik zie veel solidariteit onder christenen met de Yazidis. Maar ik zat ook een keer bijvoorbeeld in een taxi en dat kan ik me nog heel goed herinneren. En dat was al een paar jaar na de start van de hele genocide. En die taxichauffeur die vraagt mij, wat ga je doen? En zo, ik zei, ik ga naar de Yazidis en dat. En toen zei hij, geloven ze dan echt in de duivel? Dat vroeg hij dan aan mij.
Ja, en dan denk ik van, als jij nu nog steeds dit soort vragen stelt, dat is, klopt toch niet helemaal? Ja. Ja, je ziet die zelf ook, hè. Ik sprak ook een keer een dokter. Nou, die had een hele hoge positie binnen het ziekenhuis. Maar die zei ook, mijn collega's die schelden mij gewoon soms uit voor duivels aanbidden. En sommige patiënten willen niet door mij geholpen worden, omdat ze denken dat ik vies ben. En zo, ja, er zijn gewoon zoveel vooroordelen. Je kunt het een beetje vergelijken met hoe de Joden toen werden gezien, hè, voordat dat allemaal begon in de Tweede Wereldoorlog. Dus hoe mensen toen, alleen bij de Yazidis wordt dat nu natuurlijk wel minder, nu. Want ze worden niet meer zo erg gediscrimineerd als voorheen, heb ik het idee. Ja, ze worden nu meer in de identiteit of in de categorie van ook slachtoffer van IS geplaatst, in plaats van de categorie niet-moslim en duivelsaanbidder. Dat spreekt ook een beetje tot het idee wat je zei, dat, kijk, IS is grotendeels wel weg, ze zijn nog niet weg, ze zijn er nog, maar ook al vermoord je alle IS-strijders, je maakt de ideologie die heerst, die zulke groeperingen kan doen opleveren, ja, is nog niet weg. En dit wat je nu beschrijft is een soort van verdunde versie van zo'n ideologie, waarbij datgene wat niet ik is, wat niet zoals mij leeft, slecht is en gevaarlijk is en vies is. En dat dus, als dat, wanneer het erger wordt en de juiste conditie zijn, kan uitgroeien tot zo'n terroristische organisatie. En waar ik me ook niet per se zorgen maak, maar wat wel echt een vraagstuk is, wat kunnen we in godsnaam doen met die Yazidi kinderen of de IS kinderen die in het algemeen ook, die in zulke kampen opgegroeid zijn, geïndoctrineerd zijn van een jonge leeftijd al, en zelfs nu ze buiten die kampen zijn, volledig. Heb je het over Yazidis of over die IS-kinderen echt? Van de kinderen van IS-strijders of echt de Yazidi-kinderen die gevangen zijn genomen? Nou, ik weet niet of er ook Yazidi-kinderen zijn die ook geïndoctrineerd zijn in hun tijd bij IS. Maar, oh, die zijn er wel. Maar het is wel, ik heb wel het idee dat dat minder is. En waarom? Ja, want als zo'n kind terugkeert naar de gemeenschap, dan komen ook wel vaak, het ligt eraan wanneer die gekidnapt werd, hè, maar er komen ook wel vaak de herinneringen terug aan vroeger. Ja. En je ziet, die gemeenschap is heel hartelijk. En heel solidair ook met elkaar. Dus zo'n kind wordt er gewoon, als die terugkomt, dan is iedereen blij. En die wordt er echt hartelijk opgevangen. Ja, maar er is een Yazidi kind die niet in ES geboren is. Nee, ik heb het nu echt over de Yazidi kinderen die gekidnapt werden. Ja, van hun ouders werden gescheiden. Van hun moeders dan. En dan in een kindertrainingskamp of iets dergelijks belanden. Ja, sommige kinderen die komen echt zwaar getraumatiseerd terug. En misschien ook wel gebrainwashed. Maar er zijn ook heel veel Yazidi-kinderen die, zodra ze terugkomen in de samenleving. Ja, nee, ik geloof niet dat veel van die kinderen nog de IS-ideologie aanhangen, hoor. Ja, nou, het voorbeeld waar ik op doelde was in je verhaal van de groene, van de jongen die niet alleen gelaten kon worden met scherpe oorwerpen. Ja. Ja, dat is ook trauma. Hè. Kijk, die heeft dat al die tijd gehoord. Dat kind was nog heel klein. En die heeft gewoon dagelijks gezien hoe IS mensen vermoorden. En dat is ook wat IS deed. Dat ze pompten die alleen maar gewelddadige ideologie in die kinderen. Zodat ze gewend zouden raken aan extreem geweld. En die kinderen hebben dus gewoon psychologische hulp nodig. Maar je ziet ook wel dat, die kinderen die ik sprak, die kwamen toen net terug. Hè? Die hadden nog geen hulp gekregen of wat dan ook. Met psychologische hulp kan je heel veel, heel veel aanpakken. Want kinderen zijn flexibel. Even voor de mensen die het verhaal niet gelezen hebben. Het ging over een jongen die in een IS-kamp had gezeten. Bevrijd was en nu in een vluchtelingenkamp zat. En die niet alleen gelaten kon worden met messen, omdat hij... In je verhaal stond dat hij zei dat hij zijn oom wilde gaan onthoofden, want dat is een gelovige en die mag daarmee mag je doen wat je wilt. Ja, en we weten natuurlijk niet wat er gebeurt, of hij dat echt bedoelde of dat het voor hem een spelletje was. Ja. Want zo'n kind, die moeder die gaat dat natuurlijk, die pakt gelijk dat mes af natuurlijk. Maar hij had, dat kind had bijvoorbeeld ook een keer op straat een kip onthoofd. Ja. En nu moet ik zeggen dat zij daar natuurlijk, ze slacht daar hun kippen zelf. Dus dat kan die ook gewoon van andere mensen gezien hebben. Maar ik denk dat het eerlijk... Waarom gaat het ook al is hij uit die gevangeniskamp geworden, hij doorleeft nog steeds wel die trauma en die ideeën. En dus dat een groot probleem is en dat inderdaad psychologische hulp voor nodig is. Kijk, het scheidslijn tussen het ongedaan maken van geweld, van indoctrinatie en trauma, die is gewoon dun. Je weet niet precies of een kind nou lijdt aan een oorlogstrauma,
of dat hij echt gewoon geïndoctrineerd is. Dus ja, en daar heb je psychologen voor nodig. En dat is nou juist een probleem, want die zijn er gewoon veel te weinig. Met name voor die kinderen. Je ziet wel dat er psychische sociale activiteiten zijn. Maar dat is niet genoeg. Sommige kinderen hebben langdurig traumazorg nodig. Bijvoorbeeld van EMDR-specialist, ik noem maar wat. Ja, en dat is nou juist het probleem. Die zijn er gewoon veel te weinig. Het ligt er ook aan hoe oud een kind was. Bijvoorbeeld wat je nu ziet is dat kinderen zo jong waren, dat toen ze gekidnapt waren, dat ze geen herinneringen meer hebben aan hun Yazidi-familie. Dus zij denken dat die IS-familie, dat hun familie is. Dus als ze dan opeens worden teruggebracht naar hun echte familie, ja, dan zijn ze helemaal in de war. Dan denken ze, wat is hier aan de hand? Dus dat is ook een probleem. Maar de oudere kinderen, ja, die kunnen zich nog wel heel goed herinneren. De jongen op de cover van mijn boek, Majdal, hij was 11 toen hij werd gekidnapt. Maar hij had bijvoorbeeld ook gezien hoe zijn vader en zijn broers en zo werden afgevoerd in Kortchol om vermoord te worden. Ja, die jongen die heeft dat natuurlijk al die tijd bij zich gehouden. Dus die indoctrinatie die IS probeerde, dat werkte gewoon niet bij hem. Want hij wist gewoon, ik ben Yazidi en ik ben met mijn moeder die... jullie hebben mijn moeder van mij afgepakt, mijn zussen van me afgepakt. Mijn vader die is waarschijnlijk dood. Ja, dus die is daar toen heel goed uitgekomen. Wel getraumatiseerd, want hij heeft zoveel gezien. Maar ik had niet het idee dat hij gebrainwashed was. Nee, absoluut niet. Ja. Hij had een hekel aan alles wat met IS en met religie te maken had. Ja. Dus je ziet juist dat ze zich heel erg dan bij die oudere jongens heel erg gaan afkeren. Deze jongen ook. Hè? Hij kwam terug uit IS-gevangenschap. Hij was 14 jaar. Nou, hij was nog helemaal moeilijk slapen en zo. En ik kwam een jaar later terug. Ja, hij rookte, hij dronk, hij had een vriendinnetje. Hij was gelijk helemaal anti alles wat eigenlijk met islam te maken had. Dus ja. Nee, hij was de vluchtelingenkampen waar families en kinderen ook al jaren in zitten, zijn natuurlijk ook niet de beste plekken om trauma's te werken en te rehabiliteren. Nee, het is heel hard leven. Deze jongen ook. Hij kon niet naar school, want hij had te veel scholing gemist. Dus hij moest op het land werken voor 6 euro per dag. Ja, en dan krijg je dus geen hulp. En dan moet je op het land werken voor 6 euro. En dan heb je dat allemaal meegemaakt. Ja. Het is verschrikkelijk. Tegelijkertijd, er is zo'n Koerdische dans. Delan. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Hoe? Delan, toch? Delan? 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 Ja. Ja, en dat schijnt dus heel goed. Die Yazidis dansen dat natuurlijk ook. Die hebben ook wel hun eigen muziek en zo een beetje. Maar je bedoelt de volksdans? Ja, gewoon de volksdans, ja. Ja, wij noemen dat gewoon halparkje. Ja. Of vergis ik me? Zij zeggen Delan, maar ik weet niet hoe je het uitspreekt. Okay. Volgens mij Delan. Maar dat is dus een dans waarbij je dus... Je staat gewoon naast elkaar. Nou, je kent het wel en dan schud je met je schouders en zo. Maar dat kan best heftig zijn. Dat kan best wel heftig eraan toe gaan. Ja. Maar het schijnt heel goed te zijn tegen PTSS. Dus, oké. En enig idee waarom? Omdat je het er letterlijk uitschudt, heb ik begrepen van psychologen. Ja, dus zo zie je dat binnen culturen er altijd wel dingen zijn die jou wel weer kunnen helpen. Kijk, als je echt een zwaar trauma hebt, net zoals die vrouwen, daar is gewoon... Ja, die hebben het meeste hulp nodig natuurlijk. Die zijn als vee verkocht. En verkracht, dat is ongelooflijk. Maar daar heb je denk ik wel, hoe noem je dat, echt goede psychologen voor nodig. Bijvoorbeeld uit het buitenland die EMDR kunnen geven voor een lange periode. Ja, interessant. En je noemde ook al een paar keer EMDR. Is dat iets wat vaker gebruikt is en wat goede resultaten levert? Ja, dat heb ik begrepen van een psycholoog. Ik zat op een gegeven moment in een huis met een psycholoog van de Free Yazidi Foundation en een genocideonderzoeker uit Nederland. En zij vertelde mij toen dat zij dat heel goed kan werken bij die vrouwen, inderdaad. Maar dat niet alleen, hè, ook groepstherapie. Kijk, de Yazidis zijn natuurlijk heel erg met elkaar. Mm-hmm. En ze staan er niet alleen voor. Dus als jij bijvoorbeeld met andere slachtoffers in een groep zit en je gaat praten over je ervaringen, dat kan ook alweer helpen. Ja. Sowieso in heel Koerdistan ben je nooit alleen. Sterker nog, bij ons zeggen we bijna nooit ik, we zeggen altijd bijna wij en jullie. Ja. Dus dat kan inderdaad wel een goede troost bieden. Ja, en je ziet ook wel dat er heel veel
ja, mensen binnen de gemeenschap zelf ook opstaan. Hè? Dus er zijn nu, je ziet die allemaal massaal, ja, die kiezen nu massaal voor de studie psychologie. Omdat zij zoiets hebben van, er zijn veel te weinig psychologen hier. En wij willen ons volk helpen. En we hebben in Nederland ook Wahab, die heel actief is. Ja. Die heb ik er ook ontmoet. Ja, dat is ook wel goed. Het is natuurlijk ook altijd goed als mensen vanuit de gemeenschap de stappen nemen om te werken aan de eigen heling. Ja, dat zie je dus overal. Hè? En dat is ook zoiets. Daar staan wij vaak niet bij stil. Maar praat met een Yazidi. Maakt niet uit waar die zit. Of het in Amerika is. Of in Nederland, zoals met Wahab. Binnen 5 minuten gaat het over de genocide. Ja. Binnen 5 minuten. Die mensen zijn echt massaal eigenlijk toch wel getraumatiseerd, denk ik, door wat er gebeurd is. Het is, iedereen, het raakt iedereen waar je ook zit. Of je nou al 10 jaar in Amerika woont als Yazidi, ja. Of in Nederland. Ja. Ja. Ja, ja. Het is één hechte groep. Ja. Ja, heb je nog heb je nieuwe projecten op de planning staan? Ja, en natuurlijk nu niet meer. Maar had je een week geleden nog grote projecten? Wat zou je nog willen doen hier op dit vlak? Nou, ik zou wel wat meer... Ik weet niet, ik geef gewoon presentaties natuurlijk. Ja. Omdat ik het belangrijk vind dat mensen er vanaf weten. Dus die zijn nu allemaal afgezegd, helaas. Dat is heel jammer. Want ik vind het belangrijk dat mensen goed snappen hoe het zit. Mm-hmm. En dan met name als je kijkt naar berechting. Wat ik ook nog wel wil, je noemde net Wahab. Hij heeft een soort van groep opgezet, geloof ik. Hoe noem je dat, joh? Ik ben het even kwijt. Zo'n justice project heeft hij. Ja, hoe heet het nou ook alweer? Samen met andere studenten en dan worden ze begeleid door een professor. Nederland helpt Yazidis of zo? Nee, dat is zijn stichting. Hij heeft ook een stichting. Hij heeft een stichting, maar hij heeft ook een justice project. Want hij gaat nu bewijsmateriaal verzamelen. Stichting Free Yazidi? Nee, dat is een andere. Oh. Ik weet niet hoe het heet, maar het is in ieder geval een justice project. Hij gaat bewijsmateriaal verzamelen tegen IS-strijders. Zodat ze dat kunnen gebruiken in de rechtbank. En dat doet hij samen met andere studenten. Onder begeleiding van gewoon een professor van de universiteit, denk ik. Ja. Kijk, dit soort dingen zijn heel belangrijk, hè? En... dat zie je over de hele wereld wel een beetje gebeuren nu. Dus allerlei organisaties en clubjes. Dus echt zelf besluiten van, joh, wij gaan actief op zoek naar bewijsmateriaal. Ja, heel goed. En dat is ook heel hard nodig. Heel goed. En ik ben heel benieuwd waar het heen gaat over een aantal jaren. Ja, ik ook. Zijn natuurlijk, IS is nog niet zo lang de kop ingedrukt. En het gevaar blijft is nog steeds dat ze kunnen weer kunnen opstaan. En ik hoop dat als dat gevaar meer achter de rug is, dat er meer tijd en prioriteit gegeven kan worden aan zulke dingen. Ja, ik hoop dat er ook meer projecten komen, bijvoorbeeld om de mensen in de kampen daar te helpen. Want er wonen nog altijd iets van 350.000 Yazidis in kampen of in krakkemikkige huisjes. Want die maken ze dan zelf, hè? Ja, je weet misschien hoe dat wel gaat. Ik volg ook al Zatari-kamp, een Syrisch vluchtelingenkamp in Jordanië, volg ik ook al jaren. Nou ja, dat begint met tenten en op een gegeven moment gaan ze met spaanplaten van alles bijbouwen en zo. En dan wordt het eigenlijk een soort van stad. Ja, dat zie je nu ook wel een beetje in Koerdistan gebeuren. Ik denk dat het een goed idee is als de Koerdische regering ook gewoon eens gaat nadenken van... ja, misschien blijven deze mensen hier wel permanent wonen. Dus misschien moeten we ander soort voorzieningen aanbieden. Toch wel denken over huizen en dergelijke. Want ik geloof gewoon niet dat mensen massaal terug gaan keren naar Sinjar. De herinneringen zijn ook gewoon nog veel te vers. Kijk, goed voorbeeld, hè. Nadia Murad komt uit Kortjol. Dat dorp werd 2 weken lang door IS eigenlijk belegerd. En die mensen wisten niet waar ze aan toe waren. Nou, op een gegeven moment heeft IS dus besloten, na 2 weken, om alsnog alle mannen uit te moorden. En alle vrouwen en kinderen mee te nemen. Om het te verkopen op slavenmarkten dus. Ja, en er zijn daar honderden mannen omgekomen. En oudere jongens. Ja, welke vrouw gaat daar ooit nog wonen? Snap je? Het zal een dorp zijn met alleen maar weduwen. Ja. En ja, niemand gaat dat doen. Die herinneringen. Nadia Murad ook. Toen zij terugkeerde naar haar oude huis. Wat helemaal in puin lag dus. Nou, zij stortte gewoon... Ze storten neer tussen de stenen en alles. En huilen. Ja, nee, ik zie niet dat gebeuren dat deze mensen daar dadelijk weer gaan wonen.
heel veel van dat soort dorpen zullen gewoon voor altijd zo blijven, denk ik. Dat wordt een soort van monument. Er wordt een monument neer. Ik wil dat niet zeggen, inderdaad. Ja, ja, en that's it. Ja. Ja. Wellicht moet de Koerdische regering gaan nadenken over permanent verblijf van de Yazidis, ja. Ja, over de toekomst van de Yazidis en ook gewoon en ze serieus nemen. Kijk, ik ben ook best wel kritisch op de Koerdische regering wat betreft hoe ze die Yazidis hebben behandeld ook. En nog steeds, maar er zijn ook wel mensen binnen diezelfde regering en partijen die echt gewoon hun best doen voor de Yazidis ook. Dat moeten we ook niet vergeten. Maar het kan altijd beter. En ja, ze moeten denk ik wel een oplossing hiervoor gaan bedenken. Want ik denk niet dat de mensen weggaan. Je zou hopen dat een volk wat zo vaak vluchteling is geweest als de Koerden, wij beter zouden begrijpen hoe dat we vluchtelingen beter moeten opvangen dan ze alleen maar in tentenkampen stoppen. Dus het is inderdaad jammer dat dan de Koerdische regering... Het is ook een geldkwestie, hè? Het is natuurlijk ook een geldkwestie, inderdaad. Ja. Maar goed. De Koerdische regering is zo wat failliet, denk ik, inmiddels. Want er is zoveel... Ze vangen ook al zoveel mensen op. En en hoe dat allemaal gaat, daar zo in dat gebied blijft natuurlijk altijd oorlog. Het is altijd problemen. Dus ik denk dat het is voornamelijk een geldkwestie. En tegelijkertijd is er ook heel veel corruptie. Dus stel je voor dat je nu opeens heel veel geld aan ze geeft. Ja, ik kan niet garanderen dat dat allemaal in goede handen terechtkomt, hoor. Uiteraard. Dus. Maar dat heeft ook weer te maken met er is overal heel veel corruptie. Hoor. Irak is echt gewoon, in het algemeen Irak, heel erg. Irak is een van de meest corrupte landen. Zeker, ja. Als het geen poppenkast van Iran is. Ja, maar heel veel Midden-Oosten, hoor. Echt overal komt corruptie voor. Ja. Veel in het Midden-Oosten. Ja. Nog één laatste ding wat ik wil zeggen over die tentenkampen, over die vluchtelingenkampen. Een vriend van mij heeft een stage gelopen in Jordanië afgelopen half jaar. En hij vertelde een verhaal waar ik echt besefte van hoe raar het is dat er kinderen zijn in vluchtelingenkampen die nog nooit buiten die vluchtelingenkampen geleefd hebben. Ja. Er zijn gewoon kinderen die nu opgroeien daar. Zijn er Yazidis in Jordanië eigenlijk? Dat weet ik niet. Oh nee, volgens mij niet echt, nee. Nee, ja? Dit ging dus dan ook niet over Yazidis, maar zij zitten natuurlijk ook in deze situaties. En wat hij zei was dat er op een gegeven moment voor die kinderen in die vluchtelingenkampen een uitje werd georganiseerd buiten het kamp. En deze kinderen kwamen voor het eerst buiten het kamp en ze wisten niet hoe ze trap moesten lopen. Want ze wisten in die vluchtelingenkamp hebben ze nooit in hun leven een trap gezien. Zo. Ze wisten niet hoe ze een rietje van een, hoe noem je dat, drinken. Ze kregen een sinaasappelsap pakje. Ze wisten niet hoe ze dat rietje erin moesten doen. Nou moet ik zeggen, de eerste keer dat ik dat leerde toen ik naar Nederland kwam, wist ik het ook niet. Maar het was om te beseffen wat voor andere wereld die kinderen leven. En wat moeten die kinderen gaan doen als ze dadelijk, als ze ooit uit die kamp gaan komen. Er zijn levens die nu geleefd worden in vluchtelingenkampen en ze kunnen er niet uit. Dus de facto een gevangenschap. Ja. Dus de humanitaire crisis die deze gebeurtenissen gaan creëren over jaren te komen nog, kunnen we alleen maar voorstellen, denk ik. Ja, ik denk het ook. En ik kijk, het ligt er ook wel een beetje aan in wat voor soort kamp jij zit en waar. Als je heel erg tussen de normale bevolking zit. Ik denk dat dat op een gegeven moment gewoon vergroeit. Als het echt heel lang duurt. Dan gaat dat gewoon vergroeid raken met de stad. Ja. Daar worden op een gegeven moment tenten worden krotten. En krotten die worden dan een soort van huisjes. Nog steeds wel armoedig. Ja, kijk maar wel hoe het bijvoorbeeld in Palestina is gegaan. Hè? Daar heb je ook van die vluchtelingenkampen. Dat je dan loop je daar en dan denk je, is dit een vluchtelingenkamp? Want het zijn gewoon huizen geworden. Mm. Ja, ik denk dat die kans er wel in zit. Maar het ligt er allemaal aan wat er in de toekomst in Sinjar gaat gebeuren. Of daar gewoon een oplossing voor komt. Of het gewoon vredig wordt in dat gebied. Kijk, Yazidis willen heel graag zelfbestuur. Een soort van zelfbestuur. Desnoods met de christenen of wat dan ook. In de provincie Nineveh. Dus ja, zij hopen eigenlijk dat er zoiets komt. Of onder internationale bescherming staan. Het probleem natuurlijk ook in die kampen is geen werk. Ja. Ja, er is bijna geen werk. Dus mensen zijn heel arm. Mensen worden ook steeds armer. Ja, naar school ligt er ook maar een beetje aan, denk ik. Niet al die kinderen gaan naar school. En dus het is gewoon heel weinig
toekomstperspectief. En daar moet iets aan gedaan worden. Het begint allemaal bij educatie en werkgelegenheid, denk ik. Ja, maar goed, wat voor werkgelegenheid kun je die mensen geven? Ik bedoel, ja, educatie, nou, dat kan ik me nog voorstellen, maar... Ja, goed, je kan ze allemaal aan het werk zetten. Kijk, maar, weet je wat het is, hè? In Koerdistan, al die banen daar zo, regeringsbanen, ja, die zijn allemaal verbonden aan bepaalde politieke partijen. Ja. En je ziet, ze hebben gewoon van oudsher helemaal geen connecties. Ja. Dus eigenlijk is alles daar wasta, corruptie dus, een vorm van corruptie. Ja, en je ziet, ze hebben gewoon geen wasta vaak. Ja. En dat is een beetje het wasta, probleem. Wasta, ja. Hoe komen ze daar aan? En ze worden vaak ook niet aangenomen in een restaurant. Want mensen vinden hun eten dan vies of iets dergelijks. Er zijn heel veel mensen die nog steeds weigeren hun eten te eten, bijvoorbeeld. Dus je moet er echt gewoon actief vanuit de regering. Kijk, ik moet wel zeggen, de Koerdische regering doet wel echt... ze proberen wel echt een goede veilige haven te zijn voor allerlei groepen en minderheden. Het is niet voor niets dat al die minderheden daarin gaan, ja, natuurlijk. Hè? Ja, dat klopt. En er zijn ook steeds meer minderheden en nieuwe groeperingen in de Koerdische samenleving. Ik bedoel, laatst keer dat was, kwam ik Syriërs tegen die aan het werken waren en dergelijke. Dus het wordt ook steeds multicultureler. Ja, maar het kan altijd beter door middel van scholing en educatie. En ook bijvoorbeeld wat er in de moskeeën wordt verkondigd, hè. Als bijvoorbeeld in de moskeeën gezegd zou worden, ja, je ziet die horen er wel bij en zo. Dat zou wel heel groot verschil maken. In plaats van alle mensen maar tot ongelovigen en zo te bestempen. Ja, want dat is dus waar je problemen van krijgt. Ja. Al vraag ik me af, hoe ga je de imams in de moskee overtuigen om die boodschap te... Dus dat is alweer een heel ander maatschappelijk probleem waar we... denk ik nog een aantal uur over kunnen debatteren, maar... Ja, kijk, die regering daar is natuurlijk gewoon heel seculier, hè. Die zullen vast wel hun best doen, maar... ik weet niet, zij zijn ook weer gebonden aan allerlei... Nou goed, er gebeuren in ieder geval... er gebeuren mooie dingen, maar er is nog steeds heel veel te winnen en heel veel te behalen voordat de Yazidis rechtvaardigheid en erkenning kunnen krijgen. En überhaupt... terug kunnen gaan naar een normale manier van leven. Ik denk dat wel een kernboodschap is. Je hebt natuurlijk nu veel boeken over nu je thuis bent. Waar kunnen mensen je boek kopen? Oh ja, nou ja, ik heb er hier nog een paar liggen. Dus die kan ik eventueel, ze kunnen eventueel bij mij kopen. Maar ook gewoon op bol.com. Libris, eigenlijk als je gewoon op Brenda Stoten Boskeloot Vergeten Volk zoekt, ja, of gewoon Brenda en dan Vergeten Volk, dan vind je het ook wel, maar het is volgens mij wel echt overal te koop, hoor. Ja. Dus mensen kunnen het gewoon online bestellen bij allerlei boekhandels, ja, misschien zelfs direct bij jou. Ja, joh, bijvoorbeeld ook de ACO en zo, als je gewoon dat kan je allemaal daar bestellen, ja. En als mensen direct bij jou willen kopen, moeten ze gewoon even je website opzoeken en zo? Ja, ik heb een website, gewoon www.brendastoter.nl. Dus ik heb ook een donatieknop. En dan kunnen mensen eventueel, als ze dan een boek willen of zo, moeten ze maar even aangeven. Ja. Want je bent natuurlijk ook, word je ook veel zelfstandig gesteund? Want je bent natuurlijk ook een soort van, je bent gewoon onafhankelijk. Dus heb je mensen die jou, heb je een groep mensen die jou steunt om jouw werk te kunnen doen? Of is dat juist niet echt het geval? Het sinds kort, vorig jaar heb ik dat gedaan, eind vorig jaar. En dat was eigenlijk meer uit nood, want ik had vette schulden aan mijn boek overgehouden. Dat, ik weet niet of mensen het weten, maar voor een boek schrijven krijg je dus niet betaald. In mijn geval kreeg ik een voorschot van €1500 van de uitgever. Dat gaat weer terug uit de royalties. Nou ja, een goed lopend boek in Nederland, een journalistiek boek, koopt 2000 keer. Je krijgt €2 per boek. Dus je houdt gewoon... Nou ja, je kan je wel voorstellen, als jij jaren met een boek bezig bent, het is gewoon vrijwilligerswerk, letterlijk. Sterker nog, ik heb schuld aan overgehouden, want ik heb al mijn spaargeld ingeleverd. Ik heb bij mijn moeder geleend. Want het was het was gewoon emotioneel te zwaar, dat boek schrijven. En ook lichamelijk, want ik moest heel de tijd heen en weer reizen. Dus ik had wel 2 fondsen gekregen. Maar dat was eigenlijk voornamelijk voor de reiskosten. Mm-hmm. Want ja,
dat was gewoon, het kost heel veel geld om daar naartoe te gaan en een vertaler te huren en maandenlang onderzoek te doen naar zoiets. Dus je zag al snel dat ik in problemen kwam met gewoon het betalen van mijn rekeningen. Daar kwam het op neer. Ik kon de reizen wel betalen, maar mijn huur gaat bijvoorbeeld ook gewoon door. En ik moet eten kopen en zo. je kan dit werk op deze manier niet doen voor het geld in ieder geval. Je moet het doen omdat je het belangrijk vindt en omdat je... Ja, kijk, ik ben geen Saskia Noord, hè. Als jij een thrillerschrijver bent en je bent een bestseller auteur... Ja, dan verdien je gewoon, krijg je wel wat. Als je, stel je voor, je verkoopt 100.000 boeken. Ja, nou, reken dan maar uit. Maar daar hebben we het niet over binnen de journalistiek. We hebben het nu over een paar duizend boeken. En als je dan een heel goed boek hebt, dan ben je wel een uitzondering. Als je een heel goed verkopend boek hebt, dan ben je denk ik wel een uitzondering, hoor. Ja. Ik ga trouwens even de opnames op, we kunnen wel nog even nakletsen, maar ik ga hem gewoon stoppen, want we hebben denk ik de inhoud wel grotendeels gehad. Tenzij jij nog iets belangrijks vindt dat het benoemd moet worden? Ja, nou ik heb wel één ding. Yazidis vinden het, ze willen echt gewoon dat mensen weten wat ze is overkomen. Dus daarom hebben ze dat verhaal ook, hebben ze hun verhalen verteld. Ik heb zoveel mensen gesproken, dat ze... Ik denk dat ik er wel meer dan 100 of zo... En dan heb ik het echt over slachtoffers, hè, van directe slachtoffers. Die mensen die door IS werden gekidnapt. Dus ik zou het heel fijn vinden als mensen dat boek lezen. Zodat Ja. En mooi. Het schijnt ook gewoon, want mensen denken, ja, het gaat over genocide. En dat is natuurlijk allemaal een beetje... Dat is natuurlijk hartstikke zwaar. Dat is ook wel zo, maar het schijnt ook, dat krijg ik vaak te horen van mensen, dat het zo wegleest. Okay. Omdat het toch een lopend verhaal is. En het voelt alsof je naast op de bank zit. Mooi. Dus je krijgt eigenlijk gewoon ook het dagelijks leven mee. En ook de grapjes van Yazidis bijvoorbeeld. Dus het is niet alleen maar kommer en kwel. Er zit ook wel hoop in en kracht en zo. Ik ga mijn bestelling in ieder geval meteen doen na deze op.